Hoort je het? Wat? Vliegen. Heb je dat nu weer met een vlieg? Ah, kom mee. Daar. Hoort je het? Ja, sorry, maar ik hoor niets. Hè. Ik hoor nog altijd niets, man. Maar is het een doof of zo? Er zit zelfs een gat in mijn muur. Een gat? Ja. Zeg, en daar komen dan die vliegen uit, of wat? Ja, nu nog niet. Hè. Maar ik blijf dat ik je van ga. Hé, hey, manneken, jij bent zot, hè? Wacht! Misschien dat ik ze bij u ook hoor. Ja, ik zou heel graag hebben, hè, dat je stopt met die bullshit, ja? Jezus, man. Gewoon 2 minuten luisteren! Dan kunnen we eigenlijk gewoon nu zo samen ontbijten, eigenlijk, hè? Ontbijten? Zou je nu je bed in kruipen, jong? Nou, het zou best zijn, eigenlijk, hè. Nee, Kevin. Het is een gemeenschappelijke muur. Maar een gemeenschappelijke muur? Ik zou je beter concentreren op die date vanavond. Hoe weet jij dat? Ja, je hebt mezelf verteld. Wat staat je al neer te doen? Ja, wel, Kevin ziet ze weer vliegen. En nu wil hij bij mijn muur komen luisteren. Ik zie ze niet vliegen, ik hoor vliegen. Ah, wel, ik ben vandaag naar de kruidenwinkel gegaan en ik heb speciaal voor je homeopathische producten bij. Sommige mensen zijn daar echt wel door geholpen. We zullen het daar vanavond over hebben, oké? Okay? Het was echt felder straks. En als je dus op de muur klopt, dan verandert het geluid. Het is gelijk alsof dat er... Allee. Kalmeer toch, Kevin. Zet u even neer. Pak de sokje van uw been of zo. En je weet dat je ook altijd een paar dagen bij mij kunt komen inwonen als dat nodig is, hè? Heel lief. Ik vrees dat niks gaat veranderen. Wilde voor mij die pilletjes dan eens niet proberen? Ik heb die vandaag van de kruidenwinkel gehaald. Allemaal puur natuur. Ik heb al pillen. Dat is het probleem niet. Er zit een nest beesten in mijn muur. Beesten, kun je over niks anders praten als over die beesten? Dat lijkt alsof dat belangrijker is dan onze avond. Oh, dat is het niet, maar... Oh, laat. Wilde hij niet
vanavond nog met mij iets gaan drinken? Slaap wel. Je bent Sophie. Sophie, ik moet je eigenlijk ook nog iets zeggen. Allee, al een tijdje eigenlijk. Zeg. Wat? Ja, maar ik moet daar eerst nog wel iets verdrinken of zo. Moet. Allee, zeg het dan. Nou, maar ik kan het niet direct zeggen. Kijk, ik weet niet wat dat gaan doen zijn, hè? Maar ik zou willen dat je ermee ophoudt, ja? Ik wil gewoon die beesten eruit. Maar die beesten, hè, Kevin? Die zitten in een kop bij u, ja? Laat mij gewoon even bij u luisteren, hè? Laat mij gewoon even bij u luisteren, hè? Ja. Jij bent ze serieus aan het verliezen, hè, manneke? Zeg het, je staat hier niet voor niks aan mijn deur. Ik denk, hè, dat wij samen, hè, dat wij samen echt supergoed zouden zijn. Nee, nee, wat zei jij nu? Dat is echt waar. Wij samen, man. Wow. Nou, vanavond nog iets gaan drinken? We zien wel. We bespreken dat nog een keer als je nuchter bent. Kevin ziet ze weer vliegen. Vliegen?